Ik ben vandaag in Voorthuizen en op een bungalowpark. En ik zie daar meneer, ik ga eens even wat aan me vragen. Meneer, hallo. Goedemiddag. Mag ik iets vragen aan u? Ja, tuurlijk. Vraag is vrij. Ja, ik vraag, waar loopt u warm voor? Wat is uw passie? Oh, wat is uw passie? Waar loopt u warm voor? Het is vandaag wel een beetje fris, maar ik loop voor heel veel dingen warm. Vertel eens. Onder andere kunst, waar ik de laatste tijd mee bezig ben. In hout. Van alles wat nog wat maken met hout. Interessant. En dan nog veel beweging op de fiets. Dus dat doe ik ook heel graag. Daar loop ik warm voor. Kunt u iets laten zien van die kunst? Ja, tuurlijk. Ja? Komt u maar. Nou, loop ik even mee. Komt u maar even in mijn atelier. Dit is mijn laatste ontwerp. Ik heb van iemand wat teakhout gehad. En als cadeautje geef ik hem dat weer gemaakt. Een steenkistje. Mooi houten kistje. En wat voor manier maakt u dat? Wat voor manier? Ja, is het een bepaalde techniek? Techniek. Het is... Ik heb weinig gestudeerd wat dat betreft. Het is allemaal zelf bedacht en verzonnen. Het is gewoon beplakt met strookjes. Tik. En wenge. En allerlei verschillende houtsoorten. En dan krijg je dit. Dit was mijn eerste ontwerp, maar die is niet mooi. Dus deze is wat mooi. Oh, heel mooi. En heb ik hier nog wat staan. Dat is weer heel iets anders. Dit is weer heel anders. Dit is gewoon een stuk boom geweest met twee takken. En daar probeer ik wat van te vormen. Ja, leuk. En heb ik binnen natuurlijk nogal het een en ander staan. Dat kan ik ook wel even laten zien. Ja. En de fiets natuurlijk, maar door het wat minder weer vandaag aan de dag van deze week staat hij even in rusten. En dat is mijn oude tijd. Vroeger ben ik toch een beetje op de racefiets bezig geweest. Gewoon voor je professie? Professie, ik ben amateur geweest en nog even zelf beroepsredder. Zo, ja. En met onder andere Joopje Zoetemelk heb ik nog wel eens gereden. En Jacques Anquetil, dat was mijn favoriet. Maar ja, het is leuk om altijd met die fiets bezig te zijn. Ja, dus u fietst nog veel ook? Ja, dit is zelfs een paar jaar geleden heb ik de Marbot zelfs nog gedaan. Aha. En dit was een... Met een paar mooie dames erbij? Toen werd ik derde in de Zuiderzeeklassieken. Dat was ook voor de kankerbeweging. Voor maag, darm en lever. En dat was een sponsortocht. En daar heb ik toen mee gedaan. 227 kilometer. En ik werd nog derde ook. Zo. Als 70-jarige. 70 jaar? Toen was ik 70. Hoe oud bent u nu dan? 73. 3 jaar geleden. Zo. Dus, en zo actief het lijf nog. Wil nog goed. Fantastisch. Nou, ik zou zeggen, hou het nog jaren vol. Dat maak heel mooie dingen. En bedankt voor dit interview. Ja.